afgewezen sinds 6 jaar, of eigenlijk sinds 6 jaar geleden, die grote rol waar we u allemaal van kennen natuurlijk ook, in Overspel. Ja. Waarom hier ja tegen gezegd? Omdat het behoorlijk goed geschreven was door mijn vriend en collega Frank Ketelaar. En het wel een uitdaging was omdat ik nog nooit een rol gespeeld heb in deze arena van politiek mensen die in dat soort taal praten ook. Gaat er ook een beetje vies bij kijken. Nou ja, nou nee. Ja, is dat zo? Ja, een beetje. Oké, sorry. Ja. Nee, maar ik bedoel dat je... Dat leek mij wel een uitdaging om te kijken of ik me dat zo eigen kan maken dat je, als je me dan op het scherm ziet, dat je het gelooft. Ja, daarvoor heeft u naar verschillende ministers gekeken. Eerst met de gedachte van, is er één soort type minister van Buitenlandse Zaken? Die bleek er niet te zijn. Hè? Nee, dat bestaat natuurlijk helemaal niet. Het zijn gewoon net mensen. Ze zijn allemaal verschillend. Dus daar had ik niks aan. Dus, dus ik heb gewoon gedacht, nou ja, stel dat ik minister van Buitenlandse Zaken ben, ja, hoe zou ik me dan gedragen? En dan met de leidraad natuurlijk van de rol zoals Frank hem geschreven heeft. Een snelle denker en een intelligente spreker. Iemand die goed mensen voor zich kan winnen. En ook behoorlijk slim is en slinks het politieke gekonkel kan ontwijken. En hoe was het om in die wereld dan te duiken? Want ik begreep dat u zelf ook niet heel veel met politiek heeft. Nee, ik heb niet zoveel met politiek, maar ja... Ja, hoe was het om in die wereld te... Ja, je duikt niet in die wereld, hè. Je gaat een rol spelen op een filmset. Ja. Dus het is... Ja. Snap je? Ja, dus je hebt nooit het gevoel dat je daar bent. Nee. Maar toch begreep ik ook...